risicomanagement en activiteiten. Om de producten voor een activiteit, en dat geldt voor elke afzonderlijke activiteit, zul je een aantal zaken moeten uitwerken. Het allereerste wat je altijd doet is een risico-inventarisatie maken. En een risico-inventarisatie die bestaat uit alle risicofactoren die er zijn binnen de activiteit en de beheersingsmaatregelen die je gaat toepassen. Nou, die beheersingsmaatregelen, dat kan dus zijn dat je, heb je daar bepaalde procedures voor nodig om die in te kunnen dekken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je een eenheid van instructie daarna gaat ontwikkelen, waarbij je een keuze maakt van verschillende soorten materialen of verschillende soorten organisatievormen, zodat de activiteit dus veilig blijft. Dus 1, je maakt een risico-inventarisatie. 2, een eenheid van instructie en een soort organisatiemodel, hoe je dat organiseert. Daarna ga je kijken naar instructeurstaken. Over het algemeen maken we gebruik van 3 verschillende levels van instructeurs. Level 1, 2 en 3. Waarbij je een hoofdinstructeur hebt, een zelfstandig werkende instructeur en een stagiaire of een assistent-instructeur. Je omschrijft dan binnen die taken wat de verantwoordelijkheden zijn van de instructeur. Dan hebben we nog de noodprocedures. Specifieke noodprocedures, denk bijvoorbeeld aan hoogteparcoursen, zul je een rescue moeten kunnen uitvoeren. En die rescues die moeten overal worden afgetoetst en dat is een onderdeel van de instructeursvaardigheden. Daarnaast hebben we ook nog bepaalde sluitingen. De sluitingen wil zeggen dat je goed kijkt naar regels, dat kan zijn weersomstandigheden, dat soort dingen wanneer je een activiteit gaat aflassen. Nou, dit zijn voornamelijk onderdelen die je moet uitwerken om een activiteit veilig te maken volgens het VMS, dus het Veiligheidsmanagement Systeem. De producten staan hier op de site. Er staan heel veel voorbeelden op. Dat zijn voorbeeldproducten. Dat betekent altijd dat als je bijvoorbeeld iets met indoor klimmen doet, dat je dit moet aanpassen naar je eigen situatie. Die is al uitgewerkt, alleen je zult daar toevoegingen moeten doen of dingen moeten weghalen, zodat het bruikbaar is voor je eigen organisatie. Uiteindelijk stel je alles samen als je bijvoorbeeld 4 verschillende activiteiten hebt. Hè, bijvoorbeeld klimmen, je hebt een high ropes, je hebt bijvoorbeeld Architect. Als je die verschillende elementen hebt gedaan, dan heb je eigenlijk de basis ook die je nodig hebt voor je interne opleiding als literatuur, wat je dan gaat overbrengen naar jouw instructeurs die je uiteindelijk gaat aftoetsen. Maar dat is weer een ander verhaal.